Wij engineeren machines die gebaseerd zijn op machines die al een keer eerder geleverd zijn. De grootste uitdaging op mijn afdeling is vaak tijd. Dus wij werken voor een organisatie die verkoopt en die gaan als de brandweer. En wij moeten dat dan technisch uitwerken. We hebben ook een fabriek hier, dus we moeten ook de productie kunnen waarborgen. De samenwerking met de klant uit zich in dat we heel vaak via Teams overleggen hebben. We hebben dagelijks contact. Binnen de machinefabriek Geurts is er echt veel aandacht voor vitaliteit. Toevallig zijn we net begonnen met uitrollen van sport in de middagpauze voor het hele bedrijf. Dat was mijn initiatief, daar ben ik best wel trots op. Ja, dat is perfect. Het proces bij ons op de afdeling ziet er als volgt uit. Wij starten vaak met de klant, stellen we een pakket van eisen op. Zodra wij intensief met de klant hebben gesproken, rolt er een eindontwerp uit. Of wandelen we naar de werkvoorbereiding. Vandaag zijn we bij de klant, we zijn met de laatste fase bezig, dat is de testfase. Hier rollen we verbeterpunten uit. We hebben hele korte doorlooptijden. Dat vraagt ook hele goede samenwerking binnen ons team. En ik denk ook wel dat je dat bij ons in het team heel erg terugziet. We hebben een weekstart maandags. Na 10 uur koffie hebben we altijd even samen met elkaar even 5 minuten sparren over lopende projecten. Wat het werk zo uitdagend maakt binnen onze afdeling is dat wij gemiddeld 30 lopende projecten hebben. Daarnaast hebben wij een hele nauwe samenwerking met de klant. Wij zijn verantwoordelijk voor het mechanische deel. En de klant die heeft heel veel productkennis. Die krachten die bundelen we, daar kunnen we goede producten uit laten komen.